Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom heeft gemaakt, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. Met die woorden openen wij deze dienst die gaat over Gods heilig volk, de gemeenschap der heiligen. Zullen wij de schrift openen in 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 als eerste schriftlezing. Versen 12 tot en met 31, tweede schriftlezing in Johannes 1, vers 1 tot en met 7. 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 31 gaat het vooral over het lichaam van Christus en de vele leden en de gaven binnen dat lichaam geschonken. Tot opbouw van dat lichaam, tot weerspiegeling van Christus in de wereld en tot eer van de Vader. Lees 1 Korinthe 12 vanaf vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou dan het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou dan de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. Het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam, die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Dat gaat verder in hoofdstuk 13. Al zou ik de talen van de mensen hebben, van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van de profetie hebben, alle geheimenissen weten, alle kennis bezitten, dan zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Ja, dan was ik niets. We lezen verder, gemeente, in 1 Johannes 1, van vers 1 tot en met 7. Hier gaat het over de gemeenschap met Christus en
de gemeenschap met elkaar. In het Grieks staat er voor het woord gemeenschap koinonia. Wij lezen uit 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 7. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de blijdschap die wij van hem gehoord hebben en nu verkondigen, dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Machtige belofte, hè, waar het mee eindigt. Dat zou op zichzelf genoeg zijn voor de komende weken. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is voor u. Wij staan vanavond stil bij de catechismus. Daarom blader ik met u ook nog naar zondag 21. Daarvan vraag en antwoord 55. Zondag 21, denk na over de kerk. We hebben de vorige keer nagedacht over de eigenschappen van de kerk. Met die lofzang op de kerk. En vanavond denken wij na over de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Wat bedoelt u met de gemeenschap der heiligen? Nou, ten eerste dat de gelovigen allen als geheel en een ieder afzonderlijk, als lidmaten gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven. En ten tweede dat een ieder zich schuldig moet weten om zijn, haar gaven gewillig en met blijdschap tot nut en tot zaligheid van andere gemeenteleden in te zetten. Het gaat dus ten eerste in dit antwoord om de gemeenschap met Christus, hè, verticaal, de lijn met Christus. En ten tweede gaat het om de gemeenschap met elkaar, dat is horizontaal. Hè. Dus wij zien in antwoord 55 een kruis ontstaan, hè, verticaal en horizontaal. De gemeenschap der heiligen is kruisvormig. U heeft een stencil ontvangen waar ook een soort uittreksel van de preek is gemaakt. En boven de preek heb ik gezet, dat ziet u op dat stencil, verlangen naar meer samen. Verlangen naar meer samen, dat is het thema van de preek. Naar aanleiding van zondag 21, vraag en antwoord 55. Geroepen gemeente van Christus. In de preek open ik met een persoonlijke ervaring die iemand met me deelde. Het is 's morgens om 7:45. We zitten met een groep studenten in de trein, onderweg naar Utrecht. Maar niemand zegt wat. Niemand interesseert zich voor de ander. Iedereen is bezig met zijn of haar telefoon, tablet of laptop. En niemand schijnt dat ook erg te vinden. En in de trein haal ik ook maar mijn telefoon tevoorschijn. En ik denk, waarom is iedereen altijd zo stil in de trein? Alleen het geluid van wat muziek klinkt in verschillende oortjes. Geluid die wat harder staat, waar de omgeving kan meeluisteren. En iemand die een praatje probeert aan te knopen in de treincoupé, krijgt geen gehoor. Het blijft stil. Ik ook.
Ik duik nog dieper weg achter mijn telefoon. We waren allemaal samen in die treincoupé. En toch alleen. Samen. En toch alleen, zo omschreef deze persoon die situatie in de trein. We waren allemaal eilandjes van ikken. Zonder verbinding. Eilandjes van ikken. Deze persoonlijke ervaring, gemeente, vertelt iets over de individualisering in onze maatschappij. Het vertelt ook iets over ons postmoderne levensgevoel. En ik wil daar ook iets in het kort over omschrijven, over dat postmoderne levensgevoel. Waarom? Nou, ook als een soort doorlichting van de tijd die gaande is. Dat is ook een gave aan de kerk, hè, om de tijd te doorlichten. En wij leven in een tijd van individualisering, individuele vrijheid. Dat is ook niet nieuw, vandaag de dag. Dat zet het ook weer in perspectief. Hè? Al sinds de 18e eeuw vooral, de tijd van de verlichting, staat het ik van de mens steeds centraler. Maar in onze liberale samenleving 2020 staat het individu wel zo centraal als een ik, dat het ik een opdracht heeft. Een individuele opdracht. En iedereen heeft die opdracht. En de opdracht is voor u, voor jou, voor mij. Jij moet jezelf ontplooien. Jezelf ontwikkelen. Jij moet wat van jezelf maken. Jezelf realiseren. Jezelf zijn. En die sterke nadruk op die individuele opdracht die wij allemaal hebben is echt iets van vandaag. Dat heeft te maken met onze postmoderne tijd. En wij leven niet meer in de moderne tijd. In de tijd van de grote verhalen, van het kapitalisme, het communisme, het socialisme. De verzuilingen van protestanten, katholieken en vrijzinnigen. En die moderne tijd met grote verhalen, die is wat voorbij. We leven nu in de postmoderne tijd. Wij hebben ontdekt dat al die grote verhalen en systemen ook niet het laatste woord hebben. En dat de wereld heel complex in elkaar steekt. Chaotisch is. En ontzettend dubbelzinnig. En waanzinnig mysterieus. En wij hebben ontdekt in onze tijd dat er veel ruimte moet zijn voor fantasie, gevoel, dromen om tot diepere waarheid te komen van dit leven. En trouwens, die grote verhalen, die zeiden wel wat de waarheid was, maar wij hebben ontdekt dat er niet zoiets is als de waarheid, maar dat we allemaal een stukje hebben. Een beetje waarheid. Wat voor jou als waarheid voelt, dat is waar. Zo ver gaat het. En als dat voor jou als waar voelt, en precies voor een ander het tegenovergestelde waar is, dan is het allebei waar. Voor jou bestaat er een hemel, voor je buurman niet, allebei waar. Dat is het postmodernisme dat uitgangspunt neemt in het ik. Het gevoel bovenal van het ik. En wij voelen ons met ons eigen ik ontzettend vrijgevochten. En we zijn er ook van overtuigd dat wij het allemaal aankunnen. Dat we ook geen anderen nodig hebben om onze keuzes te maken. Niemand weet het beter dan ikzelf wat het beste is. En dat hoeft het gezag niet te bepalen, ook geen autoriteit. Sterker nog, het postmodernisme heeft hekel aan autoriteiten, want die hebben macht. Collectieven als kerk, overheid, staat, die krijgen kritiek van boeren, burgers en buitenlui. Protest! De mens weet het zelf wel wat goed is. Ik doe wat ik vind, wat ik wil. Wat goed voor mij voelt. Ik ben baas over mezelf. En waag het niet om iets over mij te zeggen. Volgens kardinaal Eik is half Nederland hyper
individualist geworden. Hoort u dat? Half Nederland is hyper-individualist geworden. Maar we betalen ondertussen voor dit zelfbeschikkingsrecht, voor deze zelfstandige beslissingsvrijheid, wel de prijs van eenzaamheid, angst, de prijs vooral van de alleenheid, het alleen zijn. He, want als mijn individuele opdracht, ik moet er wat van maken, mislukt, door bijvoorbeeld een plotselinge ziekte, of doordat het mij gewoonweg niet lukt, dan sta ik te boek als een loser en een verliezer in deze samenleving. En dat is je eigen schuld, hè? Want je had je kansen. En er was een goede maatschappij. Dat het niet lukte, is jouw schuld. He? Dus mensen worden vandaag ook opgezadeld met een schuldcomplex. Het ligt aan jezelf als het niet lukt. En angst ook, dat je wordt afgekeurd door je omgeving als het niet lukt. En dat je omgeving je verlaat. Verlatingsangst. Toch zien we, gemeente, naast deze schets van het hyperindividualisme, vandaag ook iets anders. Iets hoopvols in de samenleving. En dat is ook een beweging die er altijd geweest is. En ook gelukkig vandaag. Wij zien jonge mensen, maar ook volwassen mensen, oudere mensen, die hun eigen vrijheid, talenten en gaven koesteren en willen inzetten om anderen te helpen. Vrij regelmatig horen wij erover hoe mensen bijvoorbeeld naar Lesbos gaan om vluchtelingen te helpen, ik noem maar wat. Blijkbaar, dat is toch ook hoopvol, zit er onder het hyperindividualisme in onze samenleving ook een verlangen bij een deel van de samenleving naar verbondenheid, contact, verbinding, gemeenschap. En wij kunnen zeggen, gemeente, dat de kerk zich verzet tegen het hyperindividualisme en dat de kerk aansluit bij dit aanwezige verlangen in de cultuur naar gemeenschap. Maar de kerk wil meer dan alleen maar goed zijn voor elkaar en gemeenschapsvorming. De kerk wil dat verlangen naar gemeenschap verankeren in God en Christus. Omdat dat zorgt voor de meest stevige en langdurige gemeenschapsvorm. En maar de kerk verlangt dus ook naar gemeenschap. En dat zien wij naar voren komen in zondag 21:55. Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Het Bijbelse woord voor gemeenschap, als we nu overstappen naar Bijbelse gegevens in de preek. Het Bijbelse woord voor gemeenschap, gemeente, is koinonia. En dat is een intens woord. Dat moet je proeven. Koinonia. Koinonia. Daarin zit verbinding. Samen zijn. Contact. Oprechte communicatie. Gemeenschappelijkheid. Eenheid. Het is eigenlijk niet goed te zeggen. Je moet het woord proeven. En de Bijbel is vol van het spreken over koinonia, gemeenschap. En dit Bijbelse woord, gemeenschap, is tegelijkertijd wel een heel groot woord. Een hele intense verbondenheid wordt ermee uitgedrukt als wij denken aan de wereldproblemen waar wij voor staan vandaag. De stemmen die tegenover elkaar staan in onze samenlevingen, bijvoorbeeld in het klimaatdebat. Onrecht in de wereld door oorlogen, landen die tegenover elkaar staan. Dat is totaal geen koinonia, geen gemeenschap. Denk aan de breuken en de scheuren in relaties. De splitsingen tussen groepen en ook in onze samenleving. Kerkscheidingen, vriendschappen die breken, huwelijken die stuk lopen. Als wij goed om ons heen kijken, gemeente, dan zien wij dat de koinonia, de gemeenschap in onze tijd soms zo ver te zoeken is. Hoe komt dat nu? Wat is daar de diepste reden van? Nou, gemeente,
En dan boren we direct naar de diepste wortel. Dat komt omdat de mens sinds het paradijs de gemeenschap met God kwijt is geraakt. Dat is het probleem van de ellende. De mens die vervreemd is van God en dood ligt in zonden en misdaden. Dit betekent dat de mens doorleeft en maar doorgaat, ook soms als de ouderdom al lang is aangebroken, los van God. En vaak ook los van mensen. Dat de mens een eiland geworden is, een eiland van een eigen ik. Onrustig ook in zichzelf, onstuimig. De mens is een chaos in zichzelf. En zonder hemels licht tast de mens in het duister. En heeft de mens ook eigenlijk alleen maar gemeenschap met de werken van de duisternis. En die gemeenschap met de werken van de duisternis leidt tot schandelijk gedrag, ook in onze samenleving. Hè? Egocentrisme, losbandigheid, het uitleven van het eigen ik en onderzoeken waar de grenzen liggen van de eigen lusten en het eigen streven. De ware Bijbelse gemeenschap, de koinonia, die we verloren hebben sinds het paradijs door de zondeval, gemeente, die is niet van onderop meer te organiseren in onze wereld. Die eenheid is niet te bereiken door te zeggen, nou ja, laten we wat water bij de wijn doen dan. Jij een beetje, ik een beetje, komen we bij elkaar. Zorgt voor nieuwe eenheid. Ware eenheid is ook niet te bereiken door maar een oogje toe te knijpen als het gaat om de waarheid. Dat is wel misschien samen een georganiseerd samen zijn, maar dat is nog geen eenheid. Ware Bijbelse gemeenschap komt vanuit Christus, zegt de schrift. En weet u wat ik nu zo opvallend vind, hè? Een antwoord 55... Als het antwoord gaat geven op die vraag, wat bedoelt u nu met de gemeenschap der heiligen? Dan begint de catechismus niet met te spreken over de onderlinge gemeenschap van gelovigen. Maar dan begint het antwoord allereerst met die verticale lijn, de gemeenschap met Christus. Daar begint het nieuwe leven van de gemeenschap. En je wordt niet verlost van je hyperindividualisme in onze samenleving door jouw goede voornemens. Zo van, ja, ik zal een beetje beter naar mijn buurman kijken. Ik zal eens een keer extra bij persoon X langs gaan. Ik zal proberen toch nog weer eens wat meer oog te hebben voor mijn omgeving. Nee, zo moet u vooral niet naar huis gaan vanavond. Want na verloop van tijd val je weer helemaal terug met je goede voornemens. Het gaat misschien een weekje goed, maar over 2 weken zijn we weer terug bij af. Alleen, zegt antwoord 55, de gemeenschap met Christus brengt ons terug bij God en verlost ons van ons diepe hyper-individualisme. De gemeenschap der heiligen begint dus met de gemeenschap met de heiligen. Dus in eerste instantie verticaal. En vanuit de gemeenschap met de heiligen zal de gemeenschap der heiligen van de gelovigen voortvloeien. Vanuit de eenheid met de wijnstok is er verbondenheid met de ranken. Dus verticaal, horizontaal, kruisvormig. Maar dat het in de Bijbel begint met dat verticale, met die gemeenschap met God de Vader en Jezus Christus zijn Zoon, dat lezen wij ook in 1 Johannes, wat wij gelezen hebben. 1 Johannes 1, vers 3. En wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat u ook gemeenschap met ons hebt, zegt Johannes. En deze gemeenschap van ons is er met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Een gemeenschap met de Vader en met Christus, gemeente, wordt ons geschonken alleen maar door de Heilige Geest. Hij is de geest van de verbinding, de geest van de gemeenschap. Hè? Zoals dat zo vaak ook klinkt in de kerk. Hè?
De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. He, dus de geest is de geest van de troostvolle gemeenschap. De geest is dus de verbinder. De communicator. De bruggenbouwer. Tussen de kerk en Christus. En de geest doet dit gemeente door ons onze eigen eenzaamheid te laten ontdekken buiten Christus. De geest laat ons onrust en vervreemding ervaren. De geest laat ons zien dat ons leven een eiland is zonder God. En dat we in een ongelukkig leven leven zonder Christus. De geest laat ons zien dat we tegen de gemeenschap met God hebben gezondigd. Dat wij het zelf zijn die gemeenschap met hem verbroken hebben. Dat er in ons een diep tekort zit. De geest laat ons zien dat we bedoeld zijn als sociale schepselen. Als schepselen voor de gemeenschap met onze medemens. De geest laat ons ook zien hoe vaak wij tegen dat wezenlijke van ons ingaan. En dat gaat de geest ons laten zien door het woord te openen. En bij herhaling te laten zien dat in onszelf het probleem zit. He, dus niet bij de buurman, hè? Maar bij onszelf. En langzamerhand of soms plotseling en heel direct ervaar ik dat Christus me roept. Dat ik mijn eigen ik moet loslaten. Dat Christus zegt, wie achter mij wil komen, die verloochenen zijn eigen ik. En die volgen mij. De gemeente wie zichzelf niet wil loslaten vanavond, wie eigen baas wil blijven, stuurman over zijn eigen leven, die kan niet behouden worden. Die gaat verloren. Het kan niet zo zijn dat jouw eigen oude ik op de troon blijft. Wie voort wil blijven leven in de lusten van het eigen ik, de twijfelachtige pleziertjes van het ik, de eigen gereidheid, de eigen wijsheid, de eigen kritiek waarin het al jaren vastzit, die komt bedrogen uit als die Christus niet leert kennen. Onze handen moeten leeg zijn van ons eigen ik, gemeente. Alleen met lege handen kunnen we Christus werkelijk aangrijpen. Ons oude ik moet eraan. Ik moet sterven. De geest gaat mij namelijk vrijmaken van mijn ik. Dat is het geheim. Want mijn ik zit mij hopeloos in de weg. Met mijn ik kan ik niet komen tot Jezus. Mijn ik wil niet aan Jezus. En daarom, gemeente, ik ben afgelopen week getroffen door het gebed van Bonhoeffer. Op de nascholing kwam dat naar voren. Bonhoeffer bidt, maak mij vrij van mezelf. Dat is diep. Neemt u dat gebed eens mee naar huis. Maak mij vrij van mijzelf door uw waarheid. De waarheid die u bent, Jezus Christus. Maak mij vrij van mezelf. En het is de gemeenschap met Christus, gemeente, die ons redt van ons eigen ik. En daarom gaat het in het Nieuwe Testament altijd weer om dat samen met Christus. Hè? Samen met Christus gestorven. Samen met Christus opgewekt. Samen met Christus in de hemelse gewesten ingezet. Samen met hem ten hemel. Dat is de gemeenschap met Christus die ons ik verlost. Ja, wat een troost. Hè? Antwoord 55 zegt niet dat het gaat om de gemeenschap met de schatten van Christus of met de gaven van Christus. Ik denk, daar zijn wij vooral in geïnteresseerd vanavond. En vooral dan in die gaven. Daar willen we meer over horen. Maar wat denken wij toch klein van Christus zelf? Wij zoeken het zo vaak op de verkeerde plekken. Geïnteresseerd zijn we in de verkeerde dingen. In de eerste plaats zegt antwoord 55 dat de gelovigen allen via de kerk en ieder afzonderlijk binnen de kerk gemeenschap hebben met Christus. Vertrouwelijke, liefdevolle omgang met hem.
Dat is het geheim, het mysterie van mijn bestaan. Dat alles wat voor hem geldt, ook voor mij geldt. Wat hij lief heeft, heb ik ook lief. Hij heeft de heiligen lief, ik heb ze ook lief. Hij heeft de zondaars lief, ik ook. Hij heeft armen op het oog, ik ook. Hij heeft gevangenen op het oog, ik ook. Hij heeft verlangen naar de eer van God de Vader, ik heb het ook. Hij haat de zonde, ik ook. Hij strijdt tegen het kwaad, ik ook. Hij gaat door lijden en kritiek in deze wereld, ik ga het ook. Hij is blij met aanbidding van de Vader, ik ook. Allemaal ik ook. Samen met Christus. Dat is de gemeenschap met Christus. Die zo diep en zo intens is, waar je door je leven gedragen wordt. De gemeenschap der heiligen kun je dus verstaan in de eerste plaats als de gemeenschap met de heiligen. Met de heilige dingen. Prediking van het woord, het avondmaal waarin Christus zo zeer intens dichtbij komt, de heilige doop, de ambten, gemeenschap met die heilige dingen is de gemeenschap met Christus. En dan geldt ook wie deel krijgt aan Christus, krijgt helemaal deel ook aan zijn schatten en gaven. En zijn schatten die bestaan, gemeente, onder andere uit vergeving van uw zonden, bekering van uw leven, wijsheid, kennis die u geschonken wordt, rechtvaardiging van uw leven, heiliging van uw leven en straks de verheerlijking van uw leven. Dat zijn allemaal schatten, het eeuwige leven, deel hebben aan zijn koninkrijk. En die schatten deelt hij uit, want Christus, gemeente, is een bron van schat, een bron van schatten. In hem is een onnaspeurlijke rijkdom te vinden. En van het uitdelen wordt hij niet minder. En jij als zondaar wordt geheiligd door hem. Dat is zo'n schat. Hij gaat met je aan de slag. Hij laat je niet waar je bent. Maar trommelt je op, kom eens hier. Ik maak iets anders van je leven. Ik maak iets veel mooiers van je leven. En zo word je als zondaar een heilige. Dat betekent een heilige toegewijd aan de Vader. Beste mensen, heiligen zijn geen perfecte mensen. Zo denken wij het vaker, dat heilige mensen, die gemeenschap der heiligen, dat zijn allemaal mensen dan die perfect leven. In de kerk zitten toch min of meer mensen die zonder zonde zijn. Zo wordt er nog wel eens tegen de kerk aangekeken, hè, van buiten. Nee, fout. Heiligen zijn juist zondaren imperfect. Maar ze zijn heilig in die zin dat ze afgezonderd en toegewijd zijn aan de Vader. Je voelt je juist, denk ik. En wie het proeft, proeven het. Je voelt je juist als onderdeel van die geloofsgemeenschap met Christus. Zo'n zondaar. Onheilige. Maar nu wordt die onheilige toch heilig genoemd in Christus. En dat laat Kolbrugge zeggen. We zijn onheilige heiligen. We kunnen spreken over de gemeenschap van de onheilige heiligen. En in die gemeenschap met Christus en die schatten die hij uitdeelt, deelt hij ook gaven uit. Christus brengt mij ook naar die ander toe in de gemeente. Hij geeft de gaven van de verbondenheid. En wij hebben elkaar niet gezocht, gemeente. Maar we zijn aan elkaar gegeven. Vrienden kies je, maar in de kerk word je aan elkaar gegeven. Tussen jouw broeder en jou staat een kruis. En dat is het bijzondere. Dat laat zomaar in een mum van tijd ook gemeenschap ontstaan met gelovigen over de hele wereld. In een mum van tijd kun je, als je bent in een Anglicaanse kerk of in de kerk van de Strict Baptists, gemeenschap ervaren met anderen die ook in een minuut of vijf de naam van de Heer Jezus beginnen te noemen.
En je kunt gemeenschap ervaren met christenen uit de Russische Orthodoxe Kerk rondom Christus. Met kopten uit de Egyptische kerk. Met evangelicals uit Zuid-Amerika. Met Rooms-Katholieken. Hè, dat boek van de vorige paus, Jozef Ratzinger, Jezus van Nazareth heet het. Een prachtig boek. Je ervaart soms nog meer gemeenschap der heiligen over je eigen kerkmuur heen dan binnen je eigen kerk. Ja? Want je vindt elkaar in het spreken over Christus. En je verwondert je dan tezamen over de schatten die hij geeft. En dan merk je dus ook hoe bijzonder het is om wereldwijd te delen in dat ene lichaam van Christus. Eén geloof, één doop, één Here, één God en Vader van allen. Wat is dat ook heerlijk, hè? Om te ervaren die eenheid. Te midden van de gebrokenheid van deze wereld. Wat een kostbare schat. En naast schatten deelt Christus dus ook die gaven uit. En dan zegt antwoord 55, ten tweede moeten de christenen zich met gewilligheid en blijdschap inzetten tot nut en zaligheid van de anderen in de gemeente. De catechismus geeft dus een nadruk erop dat de gaven van de geest die personen ontvangen binnen de gemeente moeten worden ingezet tot opbouw, tot nut en tot zaligheid van de gemeente. Als Paulus spreekt in 1 Korinthe 12 of 1 Korinthe 14 over de geestesgaven, dan laat hij altijd weer zien dat het nuttig moet zijn tot opbouw van de gemeente. Dat leert ons ook, gemeente, dat het belang van de gemeenschap van gelovigen gaat boven het individuele belang van mij als gelovige. De gemeenschap gaat boven het individu. Dat is belangrijk. Wij zijn westers. Individualistisch. Maar Paulus is een man, hè, uit het oosten. Die denkt in het gezamenlijke lichaam. Dat is een correctie voor ons denken. Vandaag staat bij ons de zelfontwikkeling op een hoog niveau. In het bedrijfsleven. Ook in de christelijke gemeente krijgt de zelfontwikkeling steeds meer aandacht. Hè? De individuele ontplooiing van jou als christen. Jij moet jouw gaven ontdekken en dan op jouw plek een goed christen zijn. Kan ook weer een nieuwe wet worden. Persoonlijke aandacht in het leven van de gelovigen voor de persoonlijke gaven die ontvangen zijn, mag nooit leiden tot een zelfgerichte ik die zichzelf bevredigt met de gaven die hij of zij gekregen heeft en daar verder niets mee doet in dienst van de gemeente. Dat is religieuze zelfbevrediging. Wat heb je voor gaven ontvangen? Dat is de vraag. Wat heb je voor gaven ontvangen? En hou je die voor jezelf? Of bouw je de gemeente ermee op? Nou, u vraagt, help mij eens aan wat woorden. Welke gaven zijn er? Ja, gemeente, welke gaven zijn er om de gemeenschap van gelovigen te stimuleren? Nou, er zijn bovennatuurlijke gaven die Christus van buiten afgeeft. En tegelijk is de hele werkelijkheid doortinteld van natuurlijke gaven. Die je soms al hebt gekregen bij je geboorte. En als de geest met je aan de gang gaat, dan gaat hij die natuurlijke gaven heiligen en toewijden voor God de Vader. Eerst iets over die bovennatuurlijke gaven. En welke zijn dat? Nou, een van de bovennatuurlijke gaven is natuurlijk de prediking van het evangelie. Die haal je niet uit jezelf, maar die komt van buitenaf op je toe. Een andere gave is de gave van het avondmaal. Wat naar je toe komt. Of de gave van de heilige doop. Dat komt van buitenaf op je toe. Heb je niet voor gekozen. Je hebt er ook niet voor bedankt. God heeft je ingelijfd. En er is ook de gave van het ambt. Die ons geschonken wordt in de gemeente.
Dat noemt Paulus ook met nadruk hè, in 1 Korinthe 12, vers 28. God nu heeft sommigen gegeven in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Opzieners in de gemeente. Predikanten, ouderlingen, diakenen, geschonken als een gave aan u. Dat zijn zo wat bovennatuurlijke gaven. En er zijn ook vele natuurlijke gaven die Christus heeft gegeven. De gaven bijvoorbeeld van hulpverlening, dienstbetoon aan elkaar. Het diaconaat bijvoorbeeld, maar ook gewoon in praktische zin op het grondvlak. U kookt wat eten voor uw naasten. De gaven van goed zijn in ouderencontact. Of juist in kinderwerk. Of u bent heel zorgzaam en kunt goed hulp aanbieden. De gaven van het omgaan met mensen met een beperking. De gaven van voorlezen. De gaven van schilderen met beelden of met gedichten, met woorden. De gaven van luisteren naar een ander. Ook zo ontzettend belangrijk. De gaven van bedachtzaamheid. Aandacht voor een bepaald thema misschien, dat is uw gave. Hè? Hier in de gemeente hebben we niet allemaal zoveel nadruk bijvoorbeeld op Israël. Maar sommigen in de gemeente hebben wel extra nadruk op Israël. Nou, dat zijn gemeenteleden die een gaven zijn. Die mogen die gaven ook inzetten om de gemeente op de aandacht voor Israël te wijzen. Ik noem maar iets. De gaven van schoonheid, waarmee je dienstbaar kan zijn voor de gemeente. De gaven van gastvrijheid. De gaven van goed kunnen contact leggen en daardoor vruchtbaar kunnen zijn in het evangelisatiewerk. De gaven van bewogenheid met bepaalde doelgroepen in deze samenleving. De gaven van het zingen. Nou, u voelt aan, ik kan nog wel even doorgaan. De hele werkelijkheid is doortinteld van gaven. Er zijn er werkelijk niet weinig. En u kan de geest, al die natuurlijke gaven die geschonken zijn, in jou wakker roepen en gaan verbinden met Christus. Dat jij ook de eer van die gaven gaat geven aan Christus. Kijk, en dan is het een geestesgave in bijzondere zin geworden. Verder kunnen er naast bovennatuurlijke en natuurlijke gaven ook tijdelijke gaven zijn die je ontvangt. De gaven van profetie om op een bepaald moment ineens de tijd te kunnen doorlichten. Kan op een verjaardag zijn. Dat je zegt, ik zie dit en dit gebeuren in deze cultuur. En daar maak ik me zorgen om. Je bent een profeet op een verjaardag. De gaven van genezend handelen. De gave van zalvend aanwezig zijn in uw omgeving of heel direct bij één iemand. De gave van wonderlijke woorden spreken. De belangrijkste gave, gemeente, die heb ik nog niet genoemd. Hè? De belangrijkste gave die Christus in ons wil heiligen, is de liefde, zegt Paulus. Paulus zegt, al had ik de mooiste gaven, al kon ik zelfs met de engelen praten. Maar ik had de liefde niet. Dan was het bij wijze van spreken helemaal niets. De liefde is de olie in de gemeenschap der heiligen. De liefde is het cement waar de gemeenschap der heiligen door wordt opgebouwd. En want de liefde die handelt niet ongepast. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde is niet individualistisch. Maar de liefde verloochent zichzelf en zet zich in voor de naaste. In gezin, kerk en werk. Liefde doorbreekt het autonome denken. En zegt niet, ik doe wat ik wil, maar ik doe wat jij nodig hebt. Liefde houdt rekening met de naaste. Liefde wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Liefde is geduldig. Het is de liefde, ja het is eigenlijk Christus zelf, die we leren van Christus. Die zo ontzettend heeft lief gehad, dat hij zichzelf volkomen wegcijferde tot op het kruis van Golgotha. Hij maakte niet van zijn eigen leven een project om ermee te schitteren, maar hij stierf weg aan een kruis.
En zo maakte hij met zijn hele leven God de Vader tot zijn doel, om hem te eren en te verheerlijken. Christus was vrij van zichzelf, werkelijk vrij, gericht op de Vader. En dat mag ook voor ons de weg zijn. Al die gaven die er zijn in de gemeente. Gemeente, wat zijn er te veel, wat een grote verscheidenheid. Wat werkt de geest ook veelvormig en veelvuldig. Al die gaven hebben allemaal een plek. Ze zijn allemaal ook belangrijk. Het treft mij in 1 Korinthe 12 dat Paulus zegt, juist die de zwakste schijnt te zijn, die zijn zeer noodzakelijk. En een ieder van u onderzoeken, naar aanleiding ook van deze dienst, wat zijn of haar natuurlijke gaven zijn. En stellen ze in het gebed onder Gods aangezicht. En laten de Heilige Geest werken en u heiligen. Zo worden natuurlijke gaven geestesgaven. En in ieder van u verlangen naar meer. Want er is meer. Er is meer dan wat er is ontvangen. Ook in deze gemeente. Verlang naar meer van de Geest. Door te smeken om de Geest. Om meer schatten van Christus te proeven. En meer gaven te ontvangen. En vraag het niet alleen voor uzelf, maar vraag het vooral ook voor uw naaste, dat hij of zij schatten of en gaven mag ontvangen. Wees gericht op de ander in de gemeente. En gemeente, doe het gewillig hè? En met blijdschap. Vind ik mooi hè? Van antwoord 55. Het staat er zo spontaan en ruimhartig dat de christen zich gewillig en met vreugde inzet voor de ander in de gemeente. Staat u gewillig en met blijdschap klaar in Gods koninkrijk? Of bent u een sikkeneur? Ja, heeft u dan niets ontvangen? U onderschat wat de Heer in uw leven heeft gelegd. Wees geen sikkeneur, maar dien de Heer met blijdschap, zegt de schrift. Ga tot zijn poorten in met lof. Verheerlijk God en de Vader voor alles wat hij geschonken hebt. Ja, natuurlijk gemeente, er gaat nog veel mis. Ook in die gemeenschap door heiligen. En er gaat ook veel mis in de gemeenschap met Christus. Het is zo vaak verborgen. En toch is die gemeenschap er. Niet omdat wij het voelen, maar omdat God het schenkt. Ook als wij gebrokenheid en zonde ervaren in de gemeente, schrikken we niet. Zitten we niet bij de pakken neer. Want wij weten dat de gemeente bestaat uit zondaar, uit gebrokenheid. Dat is voor ons geen nieuws. De gemeente is een gemeente van onheilige heiligen. En als we zeggen dat we gemeenschap met Christus hebben, dan hebben we ook gemeenschap aan het bloed van Christus. En dat reinigt ons van alle zonde en gebrokenheid in ons leven. En daarom worden we niet moedeloos. En zeggen we het dwars tegen alles in wat we zien. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Omdat Christus zijn kruis in de wereld heeft gezet. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. En eens, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde openbreekt bij de wederkomst van Christus, dan zal de gemeenschap der heiligen in volkomenheid worden geopenbaard. En wij zien uit naar de openbaarwording van de kinderen van God. En dan zal deze leidende kerk tezamen met de triomferende kerk worden gecombineerd. En dan zullen ze tezamen. Tot in eeuwigheid een gemeenschap der heiligen zijn, tot eer van God de Vader. En tot in eeuwigheid zullen ze zijn in gemeenschap met Christus en in gemeenschap met elkaar. En in gemeenschap met de dieren, die horen er helemaal bij. Een wolf zal met een lam verkeren, een kleine jongen zal ze weiden, zal eeuwig vrede zijn. Amen.